Small Grants programma Suriname beschikt nog over 1,2 miljoen US dollars. Criminaliteitsbestrijding district Nikeri onder controle. En 13 Colombiaanse militairen omgekomen in Hinderlaag Park. Small Grants programma Suriname, afgekort SGP en Global Environment Facility, afgekort GEF, beschikken nog over 1,2 miljoen US dollar. Met dit bedrag kunnen zij NGO's en gemeenschapsorganisaties, CBO, verder ondersteunen in het uitvoeren van milieuprojecten. Het Small Grants programma in Suriname heeft 2 dagen lang een milieu- en ontwikkelingsbeurs gehouden in het Lalaroek gebouw. Tijdens de beurs is er meer bekendheid gegeven aan de NGO's en gemeenschapsorganisaties die middels projectfinanciering producten vervaardigen en afleveren. Er is in totaal 2,3 miljoen US dollars geïnvesteerd in 96 projecten. Deze projecten hebben een maximum van 50.000 US dollar per project. Naast financiële hulp worden de kleine ondernemers ook ondersteund met technische hulp. Een van de opvallendste bedrijven is Caribambu. Hier wordt men gestimuleerd met de slogan Think Bamboo. Siglin Spier, voorzitter van de stichting Caribambu, is niet alleen blij met deze beurs, maar streeft ernaar dat bamboe een gewaardeerd product wordt. Op dit moment hebben wij een bamboedeskundige uit Guyana die in China een opleiding gehad heeft. En hij is voor ons nu de deskundige die deze producten ook vervaardigd heeft. Als een uitnodiging aan mensen in Suriname om de trainingen te komen volgen. En zoals ik al zei, is het de bedoeling dat als ze die trainingen hebben gevolgd, ze de mogelijkheid hebben om zelf deze producten te vervaardigen. En dat is waar we naartoe gaan. We werken op dit moment met twee gemeenschappen. De gemeenschap van Para en de gemeenschap van Domburg. En uit die gemeenschappen proberen we de mensen warm te maken. De beurs is gisteravond officieel afgesloten. Vanuit Small Grants programma Suriname worden aan de projectdragers workshops aangeboden om in de nabije toekomst een actievere rol te vervullen binnen het programma. De criminaliteitsbestrijding in Nikeri is volgens de gewestelijke politiecommandant Stanley Benschop redelijk onder controle. Er hebben weliswaar enkele in het oog springende criminele activiteiten plaatsgevonden, waaronder de onthoofding van een man wiens lichaam en hoofd aan de gemaalweg zijn aangetroffen. U hoort de gewestelijke politiecommandant over de status van dit onderzoek. Sinds de onthoofding hadden we 2 mensen in verzekering gesteld. De ene, zijn betrokkenheid in dit geval is als zodanig niet bewezen. We hebben nu 1 man nog in verzekering gesteld. Hij is voorgeleid bij de rechtercommissaris. Zijn in verzekeringstelling is getoetst. En de rechtercommissaris heeft gezegd dat zijn inverzekeringstelling rechtmatig is. We zijn nu bezig met een diepgaand technisch onderzoek. En de forensische opsporing uit Paramaribo was gisteren nog hier. En er is bruikbaar materiaal gevonden die in het nadeel van de verdachte werkt. U moet wel begrijpen dat ik niet te diep kan ingaan in deze zaak. Maar ik wil u zeggen dat we kleine passen vooruit maken en dat ziet er goed uit. Ten aanzien van de baktrakroute die onder andere wordt gebruikt voor personenvervoer en het smokkelen van allerhande spullen zoals alcohol, sigaretten en drugs, ligt volgens de politiecommandant de bal op het veld van de politiek. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de baktrak niet helemaal helder is. Er gebeuren criminele activiteiten daar zoals smokkel van drugs. En wapens, er gebeuren daar activiteiten. Die dingen gebeuren buiten de zicht van de politie. U moet weten, de grens is heel groot. Hier op Baktrak aan de Rambaramisserweg, daar vinden er weinig criminele activiteiten plaats. Daar heb je meer personenvervoer, goederen en personenvervoer. Maar de grens is zo groot en men kan van overal
die bepaalde activiteiten ontplooien. En we hebben bijvoorbeeld Clara-sluis, Nanny-sluis. Verder daar vinden die criminele activiteiten plaats. Maar u weet het, de politie kan niet overal zijn, maar die informaties hebben we. En als we goede informaties hebben, treden we wel op tegen de mensen. Maar ik denk dat de regulering moet komen. Als iedereen op één plaats moet gaan, wie buiten de boot is, kan je gelijk pakken en dan handelen. Andere zaken, zoals berovingen en inbraken, zijn in vergelijking met het vorig jaar stabiel gebleven en onder controle, omdat de politie de nadruk legt op preventie. De artiest van Haitiaanse komaf, Wyclef Jean, of zo u wil, Wyclef Jean, zal blijven werken aan de ontwikkeling van zijn land. Hij is tot nu toe tevreden over het werk dat president Michel Martelly heeft verzet. I feel that we have good government and we're headed in the right direction. So my ambition is not to run for president now. It's how can I help bring business and help trade policies in my country. And these are the things I'm focused on because we have great presidents. So now I can go back, sing songs, help bring business and create jobs in my country. Het is overigens de bedoeling dat Wyclef ook meewerkt aan Carifesta 12, dat in 2015 in Haiti wordt gehouden. I definitely will be definitely participating and bringing all my friends through the entire Caribbean that I know very well, that y'all seen I do music with. I think it's going to be very, very exciting. De artiest gaf gisteravond een geweldige show weg op het Onafhankelijkheidsplein. Volgens de aanwezigen was het wachten op het optreden van Wyclef de moeite waard. De Carifesta-activiteiten in Kommerwijnen hebben plaatsgevonden op de Oost-West-verbinding. Aan beide kanten van de weg waren er kleurrijke eetstands met verschillende gerechten, als ook de uitbeelding van de verschillende culturen in de vorm van kunstwerken en gedichten. Ruim 7000 personen hebben een bezoek gebracht aan dit cultuurfestijn. De ondervoorzitter van de subcommissie Kommerwijnen, Umar Jimidar, vertelde ons hoe de activiteit van dit district heet. We hebben zelf ook een naam gegeven aan onze festiviteiten, namelijk Kauna Carifesta. Als je luistert, Kauna is al Kommerwijnen. En Kari is, ga je richting Karikom, Carifesta en ook Karikong. Dus je roept iemand naartoe. En Vissa weten we allemaal, is feesten. Dus we hebben een naam gegeven eraan. En tot nu toe, wat we nu toe hebben meegemaakt, zie ik dat Kommerwijnen aardig gehoor heeft gegeven aan een oproep om zich, niet alleen maar Kommerwijnen, want we hebben ook mensen buiten Kommerwijnen hier mogen ontvangen. De Carifesta-activiteiten in Kommerwijnen zijn in de vroege ochtenduren afgesloten. En plantage Rust en Werk viert vandaag 65 jaar afsluiting Boddo. Jong en oud kwamen bij elkaar voor de jaarlijkse viering van de afsluiting van Idul Fitre in Kommerwijnen. Volgens Albert Sodico, de secretaris van de commissie Viering Boddo te Rust en Werk, is er een groei van het aantal bezoekers. Veel jongeren betekenen heel veel voor ons hier. Ja. Als je kijkt naar het plantage zelf, er is zoveel jongeren dan die ouderen. Ja, ja, een goede toekomst. Ja. Voor jongeren dat is altijd een punt om ze bezig te kunnen houden. Weet je. En er zijn niet genoeg mogelijkheden om ze dus te proberen van de straat te houden. Dat ze dus eigenlijk dus goed terecht kunnen komen. Nou, leuk, gezellig. Ik maak het voor het eerst mee. Ja, ik vind het wel echt dat oude gegeven, dat ze dat nog zo in stand kunnen houden. Dat vind ik fantastisch. Wel, het is heel leuk en voor het eerst mag ik het mee. Al ben ik vlak hier in de buurt op Marenburg, voor het eerst mag ik het mee. Wat je volgend jaar weer hier? Ga nog kijken. Ik heb genoten, dus dan ga ik kijken als ik nog weer ga komen. De jongeren worden nu een beetje getriggerd. Kijk, ik ga ervan uit, onze roots moeten we nooit vergeten. De Nederlandse taal is onze voertaal.
Maar zeker moet je ook je moedertaal kennen. Je roots moet je niet vergeten. Ons cultuur moeten we niet achterwege laten. Want ons cultuur en traditie heeft ons zo ver gebracht, wij ouderen. Natuurlijk is het zo dat we de kennis wat we op school leren zeker moeten meenemen. Met de technologie moeten we zeker ook meegaan, anders raak je achter. Maar er moet ergens toch nog een plaatsje over zijn voor onze cultuur en onze traditie. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedendag.